meisjes, welkom bij zo'n gloednieuwe vlog. Mijn naam is Justin en ik ben nog steeds op reis. Ik ga nu een serieuze wandeling maken voor de dag te beginnen of voor de vlog te beginnen, mijn excuses. Geniet van deze vlog, let's go. Hey, jongens en meisjes, we zijn al even aan het wandelen eigenlijk. We zijn juist over de autostrade heen, onder die tunnel. Maar ja, jongens en meisjes, nu is het eindelijk is goeie weer. Goeie weer, het is nog altijd even koud, maar het zonnetje schijnt wel. Zoals jullie zien daar, de zon schijnt best goed, lekker hard. Niet zo warm, maar ook niet te koud. Zoals jullie zien is er nog wel een beetje grijze wolken. Maar op zich wel een mooi uitzicht daar. Dus dat is niet zo erg eigenlijk. Waarschijnlijk gaan we zo meteen in een bos wandelen. Al sinds, dat hoop ik. Want ik vind het best wel tof om in een bos te wandelen. Omdat dat een beetje rustgevend is, vind ik. Maar ik vind dit tot nu toe ook nog wel best plezant. Maar waarom dat ik denk dat we in een bos gaan wandelen, is omdat, zoals jullie zien, hier is een bos. En daar is een bos. Dus daarom denk ik dat we eigenlijk in een bos gaan wandelen. Dan opeens zitten wij naast de autosnelweg, inderdaad, in een bos. Zometeen dan toch. En dan nu moeten we door deze tunnel. Halleluja. Holy shit. Je ziet helemaal niks. Ik weet wat kom ik hier nu zo meteen tegen op de grond. Stap ik nog een cacao of zo of in kots. Of wat dan ook. Jullie zien me helemaal niet, dus sorry. Dus jullie zien zo meteen wel als ik uit de tunnel ben, want het is niet echt leuk om dat te kijken toch. Maar ja. Kijk jongens, als jullie goed zien, zien jullie hier een klein riviertje stromen. Jammer genoeg hoort je niet het water stromen, want dan dat zou ik echt, maar dat echt ook gewoon rustgevend gevonden hebben. Maar als je goed ziet daar, hier is er een klein, ik weet niet wat het is, een klein watervalletje of zo. Ik denk dat het een watervalletje is inderdaad. We zijn ondertussen in een bosje aan het wandelen. En ik zeg jullie eerlijk jongens en meisjes, ik zou hier niet vanaf het padje naar beneden willen vallen. Want dat is toch wel een kleine helling. Daarnet was de bugje ook al een beetje naar beneden aan het schuiven. En natuurlijk zijn de kindjes dan bang aan het worden. En moeten wij... Wow, ik laat val ook al bijna op mijn bek. Dus we zijn nu toch al een stukje aan het voorbij. Allee, een stukje klaar met wandelen. Mooi uitleg. Skip dit. Holy moly jongens, ik kom hier gewoon een bot tegen van een hert of zo. We zijn hier gewoon aan het wandelen en we komen ineens zo'n bot tegen van een dier. We denken van een hert. Vet. Drie.
7 werk. Ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze vlog. Speciaal kwestie like, abonneer op mijn kanaal hier beneden. En laat een leuke reactie achter. En zie ik jullie graag bij de laatste vlog. Morgen van de vakantie. Vlogs. Ja, jammer, maar helaas.